Voorzitter, dank u zeer. 3,5 maand na het verschijnen van het onderzoeksrapport van de enquêtecommissie spreken wij vandaag met het kabinet, voorzitter, over conclusies en aanbevelingen. En ook wij danken de commissie voor het grondige werk en de analyses die daarin zitten. En ik zei het al tijdens het debat in april met de enquêtecommissie zelf, met het bespreken van dit rapport, blikken we terug op een hele zeer roerige periode. Een roerige geschiedenis die begon in 1959 met het ontdekken van het Groninger gasveld bij Slochteren. Een ontdekking die de welvaart van ons land enorme wind in de zeilen heeft gegeven en waarmee we onze verzorgingsstaat ook hebben kunnen opbouwen tot een van de meest royale ter wereld. En de keerzijde is geweest hiervan dat voor de belangen van de Groningers en de risico's van die activiteiten die onder hun voeten plaatsvonden, jarenlang structureel te weinig aandacht is geweest. En veel van wat zich heeft afgespeeld, voorzitter, sinds 1959 was, gelet op de tijdgeest waarin dat gebeurde, ook begrijpelijk. Neem de constatering van de commissie dat de gekozen constructie voor gaswinning en verkoop in 1963 uitsluitend waardemaximalisatie tot doel had en dat andere publieke belangen gewoon geen aandacht kregen. Dit was destijds begrijpelijk. Nederland verkeerde in de nadagen van de wederopbouw en aan de vooravond van de opbouw van onze verzorgingsstaat. En dat is ook een behoorlijk publiek belang, kan je zeggen. Ook in de decennia daarna blijft het streven naar waardemaximalisatie en daarmee ook welvaartsmaximalisatie voor de Nederlandse bevolking voorop staan. En gaandeweg die rit bleken dat daar onverstandige en ongeïnformeerde beslissingen aan ten grondslag hebben gelegen. Wat het dossier Groningen pijnlijk duidelijk maakt, voorzitter, is de beleidsmatige blinde vlek die lijkt op te treden rond dossiers die zich afspelen buiten de Randstad. Wij zien het bij stikstof, we zien het bij de ellende rond het kanaal Almelo, de Haandrik, of de asielellende in Ter Apel, Budel, het aardgasdossier Groningen. Stuk voor stuk dossiers die, denken wij, allang waren opgelost als zij in de Randstad zich hadden afgespeeld. En iedereen die zich dat niet realiseert, die is, denk ik, die houdt zichzelf voor de gek, voorzitter, en de samenleving. Wat het jaar 21 betreft kenmerken in het dossier Groningen vooral de laatste 10 à 15 jaar tot ronduit verwijtbare besluiten. En dat is het tijdperk Rutte. Niet om flauw te doen, maar het is wel zoals de feiten op tafel liggen. En ik vraag dus de premier ook persoonlijk om een reactie op de volgende punten. Na de aardbeving in Huizingen in 2012 werd geen pas op de plaats gemaakt om de gaswinning op een verantwoord niveau te plaatsen. Maar er werd juist ingezet op een recordproductie, zoals we weten, in 2013. Een stap die logischerwijs tot erg veel maatschappelijke verontwaardiging heeft geleid. Voorzitter, en dan die versterkings- en schadeafhandelingsoperaties. Wat jaar 21 betreft was dat wel de grootste schande, denk ik, binnen het 60-jarig dossier. 363 miljard euro is er uit de Groningse bodem gehaald. Bijna 80% was dat van de Nederlandse aardgasbaten tot 2022. Met het versterken van woningen binnen een relatief overzichtelijk gebied en het netjes vergoeden van die ontstaande schade, dat lijkt dus kennelijk te veel gevraagd. Want die versterkingsoperatie loopt mijlenver achter. En mensen die aan de bel trokken over de schades, kregen in één jaar tijd soms wel 60 inspecteurs en taxateurs over de vloer per huis. Dat is ongekend. Dat bleek uit het verhoor van mevrouw Posma Doornbos uit Schildwolde. En tegenover iedere uitgekeerde euro voor schadeherstel is er dus 1,42 euro aan bureaucratische uitvoeringskosten gemaakt. Graag een reactie van de premier. Hoe reflecteert u daarop? Op die kruideniersmentaliteit, kan je zeggen. Welke conclusies trekt hij uit de veel te trage versterkingsoperatie? En hoe reflecteert hij op de aantoonbare fouten die onder zijn verantwoordelijkheid zijn gemaakt en die hebben geleid tot enorme vertragingen nog eens in die versterkingsoperatie? Zoals minister Wiebes, die in 2018 de boel on hold zette, net toen het op stoom leek te komen. En misschien wel de hamvraag op dit moment, voorzitter, hoe denkt de premier nu onder zijn leiding het wantrouwen nog om te buigen is? En hoe kan dit dossier onder zijn leiding nog herstellen en recht worden gezet? Voorzitter, het dossier waarover wij vandaag spreken kenmerkt zich ook wat jaar 21 betreft door zoekgeraakte balansen. Waar de balans eerst doorsloeg naar de kraan zo ver mogelijk opendraaien zonder oog voor de omgeving, met 2013 als dieptepunt, is de balans daarna weer de andere kant doorgeslagen. En ook nu is hij weer zoek. Want binnen slechts luttere jaren na het recordjaar 2013 werd besloten om de gaskraan helemaal dicht te draaien en de gaswinning uiterlijk volgend jaar te stoppen. En het resultaat is puntje bepaaltje dat nu Nederland voor honderden miljarden euro's aan winbaar gas in de grond laat zitten ten tijde van inflatie,
koopkrachtproblemen en een zeer onrustige en instabiele situatie op de mondiale energiemarkt. En hier hebben we vele debatten al over gevoerd, ook met de staatssecretaris. En de Groningers schieten daar dus heel weinig mee op, voorzitter. Want hun huizen zijn nog niet hersteld en hun huizen zijn niet versterkt. De schade is niet vergoed. Dat wreekt ons. Want ook bij het stoppen van de gaswinning, voorzitter, kunnen nog tot 30 jaar lang aardbevingen blijven voorkomen. Zo stelt onder andere de TU in Eindhoven. Een risico dat sterk kan worden ingedampt door de druk op peil te houden. En daar was net het debatje al over met de heer Van Haga. Middels stikstofinjecties. En dat is geen experiment, voorzitter. Dat is ook bestaand beproefde methode. Het standpunt van J21 is denk ik duidelijk. De versterkingsoperatie moet worden versneld en geïntensiveerd. Er moet worden ingezet op stikstofinjectie om de bodem te stabiliseren. De gaswinning moet op een laag verantwoord niveau worden voortgezet en Groningen moet meer dan voorheen van de opbrengsten profiteren. En waarom staat het kabinet niet open voor dit standpunt, voor deze lijn? Want het is ook door de NAM bevestigd. Wij zijn er vorig jaar op werkbezoek geweest en daar is ook gezegd dat dit reëel is. Voorzitter, ik ga afronden. De zoekgeraakte balansen zien wij ook terug in de kabinetsreactie van 25 april met de 50 maatregelen. Het kabinet gaat door het stof en ik denk op vele onderdelen terecht. Wel hebben wij onze bedenking bij de zeer brede insteek van het maatregelenpakket. Veel van de voorgestelde maatregelen hebben geen relatie met het aardgasdossier of het versterken van de Groningse economie en welvaart. Vindt het kabinet dat al die zaken die daar, en dan noem ik het verduurzamen, maar ook allemaal zaken voor jongeren, kinderen, jongerenraad zag ik erin terugkomen, de culturele sector, allemaal wezenlijke, wel zelfs belangrijke zaken, maar de relatie met het aardgasdossier lijkt ons niet duidelijk. En vindt het kabinet nou die zaken ook echt onderdeel van het Groningen terugbrengen waar het moet, namelijk op de kaart en de hersteloperatie die zij broodnodig hebben? Hoe voorkomen we dat het kabinet dat die enorme rijkwijde van die maatregelen nou ten koste zal gaan van de zaken die nu absolute topprioriteit moeten hebben, versterking, herstel en schadeafhandeling? Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Eerdmans. En dan geef ik het woord aan de heer Nijboer van de PvdA.